We zijn in Huizen bij skiclub Wolfskamer, waar vandaag het Special Olympics Nationaal Ski en Langlauf evenement wordt gehouden. Bijna 100 G-skiers komen vandaag in actie tijdens deze speciale Special Olympics en doen mee volgens de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Ik hoop dat ik win. Ik hoop dat ik win. Maar als ik niet win, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. De weersomstandigheden zijn goed in Huizen. De zon schijnt bijna continu bij een temperatuur van zo'n 10 à 11 graden. En dat maakt deze Special Olympics sowieso al een feestdag. De skiers die zijn vol enthousiasme naar beneden aan het skiën. Ze hebben ontzettend veel plezier in het skiën. We hebben natuurlijk ook prachtig weer. Dus geen ongelukken gelukkig. Dus allemaal tevreden mensen, zowel vrijwilligers als skiers. Nou, wat wil je meer? De prestaties van de skiers zijn uitstekend op de baan van skiclub Wolfskamer. Iedereen gaat razendsnel naar beneden. Wat is jouw specialiteit? Wat is jouw geheim? Skiën en winst halen en zo. En van de rest, ja, toch voor de lol eigenlijk. Stiekem wil je toch ook wel winnen? Ja, stiekem wel. Goed. Hartstikke goed. Ik heb wel heel best getraind, dus... Uit Uden, dus ik kom vandaan. Wat heel goed gedaan. Na skiën wordt er ook gelanglaufd. Huub van der Wielen is een van de kandidaten voor het winnen van de medaille. Zoals mijn vader heeft wedstrijd. En goed wedstrijd. Terwijl Huub zich voorbereidt op zijn langlaufrace, finisht Daan de Koe op de skipiste. Voor het interview met Daan krijgt Rabosport spontane hulp. En hoe? Ja, goed. Dus ik hoop een sterke tijd. Dus. Nee, hoop ik. Dus. Begin volgend jaar vinden in Zuid-Korea de World Winter Games plaats. Een aantal deelnemers van de Special Olympics zal dan ook in actie komen. Wellicht zien we Huub volgend jaar terug in Zuid-Korea. In Huizen blijkt hij al zeer populair te zijn. Goed, wedstrijd. Huub eindigt in zijn klasse als tweede. En dat wordt gevierd met een feestje op het podium. Fantastisch gedaan, man. Gefeliciteerd, dankjewel.